Welkom bij Tiel aan tafel. We hebben een leuke uitzending met interessante gasten. Straks ga ik spreken met Gert-Jan van Inge, onze binnenstadsmanager. Natuurlijk komen de kritische vrienden weer langs. En bij mij aan tafel zit duo Rita Razzo, zei ik het goed, Maria van Doren en Theo Franke. Welkom. Maria, jij zit hier al met de gitaar en dat is ooit een keer ergens ontstaan. Ja. Wat kun jij daarover vertellen? Nou, dat is een hele tijd geleden. Ik was 10 jaar en Sinterklaas cadeau een gitaar. En toen? En toen. Nou, ik ben lessen gaan volgen en dat enthousiasme nam eigenlijk nooit af. Ik had mijn hobby gevonden. Dus middelbare school afgemaakt en een keuze gemaakt, naar het Utrechts Conservatorium gegaan. Dus je wilde ook echt gitaar gaan studeren? Ik wilde echt gitaar gaan studeren. En Utrecht had ik ook echt als stad van, dat gaat het worden. Lekker ver weg uit Brabant. En daar kom je vandaan? Ja, ja. Dus het lag voor de hand dat ik naar het Tilburgs Conservatorium zou gaan, maar het werd het Utrechts Conservatorium. Nooit spijt van gehad? Nooit spijt van gehad. En vijf jaar was het toen nog afgestudeerd. En toen ben ik naar Spanje gegaan. En wat heb je daar gedaan? Ik heb daar gestudeerd, flamenco-gitaar, bij Paco Peña. En dat is een naam? En dat is flamenco-gebied, ja. Op flamenco-gebied is dat een grootheid. En ook Paco de Lucía, een nog grotere naam, heb ik daar ontmoet. Dus de passie voor de Spaanse gitaar, die werd bevredigd. En na een paar jaar daarmee bezig te zijn geweest, vond ik het tijd worden om een switch te maken. Dus toen ben ik Zuid-Amerikaans gegaan. En ben je ook naar Zuid-Amerika gegaan? Ja, ik ben naar Zuid-Amerika geweest, naar Peru vooral. En veel met Zuid-Amerikaanse muziek ook gedaan. En, wat dat betreft is muziek natuurlijk universeel, hè? Dat is zo mooi. Je kunt overal naartoe om samen te spelen. Ja. En dat heb jij dus ook volop gedaan. Dat heb ik volop gedaan. Ja. Ja. En toen zaten we in Peru. Ja, dus ik zat in Peru met mijn kinderen. Ik heb 3 half Peruaanse kinderen ook. Die alle 3 ook hun talent hebben. Dus, het zit in de genen. Het zit in de genen, ja. Ja. En uiteindelijk heb ik toch besloten om ook gewoon heel praktisch weer met lesgeven te beginnen. Maar dat is niet in Peru geweest? Ook. Ook? Ja, ik heb dat, nou, zou ik bijna vergeten zijn, maar ook daar heb ik lesgegeven. Ik kwam iemand tegen en die zei, ja, we zijn al heel lang naar je op zoek. Want ze hadden gesignaleerd dat er een Europese gitariste in Cusco was, dat was. Dus het was maar heel toevallig. En toen zeiden ze, goh, zou je een paar gastlessen willen geven? Nou, dat heb ik gedaan. Oh, geweldig. Geweldig. En uiteindelijk toch weer in Nederland terechtgekomen. Ja, ja. In Nederland terechtgekomen en zelfs in Tiel. Ja, dat klopt, ja. Ja. En is er ook een verhaal aan vast waarom Tiel? Of nee, was dat gewoon praktisch? Een mooie plek om te wonen. Best wel rustig. En, dus ik woon nu alweer sinds 1998 hier in Tiel. En dat bevalt? En dat bevalt goed. Ja, en ook hier ben jij les gaan geven? Ja, hier ben ik zeker weer echt serieus les gaan geven. En de avontuurtjes een beetje gelaten. Dus me echt gericht op lesgeven in Tiel. En ik heb een leuke groep leerlingen. Ik zit op het Oosthonk, geef ik mijn lessen. En naast privélessen geef ik ook ensemble. Dus met een groepje gitaristen bij elkaar. Samenspelen. Ja, samenspelen. En festivals natuurlijk. Ja, maar naast jou zit ook een meneer met een gitaar. Ja. En jullie vormen met z'n tweeën een duo. Want hoe is dat dan ontstaan, Frank? Nou, wij waren ooit op een bijeenkomst voor van de gitaristenvereniging. Daar kwamen we elkaar eigenlijk tegen. En al pratende kwamen we tot de conclusie, hey, we wonen allebei in Tiel. Oh. En toen was de afspraak snel gemaakt van, nou, laten we eens een keer kijken of we wat samen kunnen spelen. En dat klikte goed. En dus al snel daarna, zeg maar, zeiden van, nou, we gaan repertoire opbouwen en we zoeken een naam. En er was ooit een stuk wat een muziekdocent gecomponeerd had en dat heette Gitarazzo. Ik vond het eigenlijk wel leuk. Toen zeiden we, nou, wij heten vanaf nu een duo Gitarazzo.
En sinds wanneer doe je dat nou samen? Ja, dat is denk ik zo vanaf 2004 of zo is dat ontstaan. Maar dat is ook al een flinke tijd. Dat is ook al een flinke tijd. En nou, toen we wat repertoire hadden, zijn we voorzichtig begonnen met wat optredentjes hier en daar. En meestal in wat kleine sfeer, een beetje intiem is het ook, hè? Twee akoestische instrumenten. Dus het is ook niet zo heel erg luid wat geluid betreft. Nee. En nou, dat is altijd heel erg goed gegaan. En een aantal jaar geleden hebben we dat bekroond, zeg maar, met onze eerste cd. Oké, nou, ik ben wel heel erg nieuwsgierig. Zouden jullie een stukje kunnen spelen? Wij kunnen een stukje en spelen. En wat gaan jullie doen? Nou, wat we kiezen is natuurlijk, het laatste wat ik vertelde was Zuid-Amerika. Dus we gaan een stukje spelen. Quito. Hoofdstad van Ecuador. En het heet Quito de mis ensueños. Oftewel Quito van mijn dromen. Ontzettend mooi. En wat kun je inderdaad merken dat jullie heel erg samen spelen. Heel erg, ja, geweldig. Gaan jullie binnenkort ergens optreden? Jazeker. Wij treden bijna altijd wel ergens op. En, maar hier in de buurt? Ja, in Ede. In Ede. En wanneer gaat dat plaatsvinden? Dat ben ik even kwijt, ik weet niet meer. Nou, dit is... Oh, 26 november. 26 november. Sorry, ja, 26 november. 26 november. En waar in Ede? Op, in de Meerpaal in Ede. Ah, oké. Okay. Buurtcentrum. Nou, ik vind eigenlijk dat heel Tiel en omgeving daar naartoe moet komen. Nou, ja, goed. Ik heb genoten. Dank jullie wel. Graag gedaan. Bij mij aan tafel is aangeschoven Gert-Jan van Ingen, de binnenstadsmanager van Tiel. Gert-Jan, welkom. Sinds nu ruim anderhalf jaar binnenstadsmanager. Ja, dat klopt. Voor de mensen die niet weten wat die functie inhoudt, wat doe jij? Wie ben jij? Ik ben bezig om de beleving in de stad, om die te veranderen. Zodat mensen graag naar Tiel toe komen om boodschappen te doen. Ik doe niet de evenementen, daar is Laura Burggraaf voor aangesteld. Ik doe meer de dingen die dus te maken hebben met... hoe Tiel eruit ziet en hoe je dus in feite in Tiel kunt shoppen. Hè? Daar gaat het in feite om. Ja, dat het aantrekkelijk is. Dat het aantrekkelijk is. Dat de beleving verandert, dat mensen graag naar Tiel toe komen. En dat ze dus niet de spullen kopen achter de computerschermen. Daar gaat het. Ja, en dat is natuurlijk best wel heel lastig. Hè? Want er heeft natuurlijk niet alleen de gemeente Tiel last van, heeft... Iedere middenstand last van. Ja, heel Nederland. En eigenlijk alle winkels in Europa hebben daar last van. Ja, dat komt enorm op natuurlijk. Ja, hè? Ja, en dan heb je het over dat magische woord beleving. Wat is dan beleving? Hoe verander je een beleving? Nou ja, je kunt de uitstraling van de stad kun je veranderen. Als je, we hebben daar zo'n 40 projecten voor... om te kijken of wij kunnen zorgen dat de mensen die naar Tiel toe komen zeggen... Hey, dat ziet er nou heel erg leuk uit. Ja, en waar heb je het dan bijvoorbeeld? Nou, bijvoorbeeld, wij zouden heel graag de verlichting in de stad aanpassen. De verlichting op dit moment is goed, maar we willen eigenlijk zorgen... dat bijvoorbeeld de Waal in de stad zichtbaar wordt... en dan zie je het water in de straat via verlichting, kun je dat dan zien...
En dat zijn dan historische plaatsen waar vroeger het water in de stad liep. En dat zouden wij bijvoorbeeld graag willen doen. Ja, dat klinkt prachtig. Ja. Ja. Een andere beleving is als je de moeite neemt om in de stad boodschappen te doen, dan krijg je daar spaarpunten voor. En dat doen we met de flippas. De flippas. Ook inderdaad iets waar ook volgens mij nog niet iedereen precies van weet wat er nou allemaal mee kan. Wat kun je met een flippas? Met een flippas word je beloond als je de moeite neemt om in de stad te komen. En daar ook inkopen te doen. Dan krijg je, als je iets koopt, krijg je punten op de pas gestort. Je hebt dan niet voor elke winkel een pasje, maar je hebt voor 70 winkels heb je een pasje. 70 winkels die in de binnenstad zitten? Ja, en dat zijn allemaal winkels die zelfstandig zijn. Er zijn geen ketens bij. Want ongeveer 40% van de winkels zijn zelfstandige ondernemers. En 60% zijn winkelketens. En die hebben een hoofdkantoor en die doen daar niet aan mee. Nee, sorry. En op die manier kunnen de winkeliers die in Tiel gevestigd zijn, een vuist maken tegen de winkels die landelijk aangestuurd worden. Ja, is die flippas succesvol? Ja, op dit moment zijn er al ongeveer 4 miljoen spaarpunten uitgegeven. Er zijn al zo'n ruim 6.000 mensen die de flippas in bezit hebben en hem regelmatig gebruiken. En wat nieuw is voor Nederland is dat we in Tiel met de spaarpunten die gespaard zijn op de pas ook het parkeergeld kunnen betalen. En daar zijn we in Nederland de eerste stad die dat hebben. Parkeren, dat is natuurlijk ook zo'n hot item in Tiel. Dat is natuurlijk best wel een beetje lastig momenteel. Ja, dat klopt. Vooral bij evenementen is het lastig. Bij hoogwater is het lastig. En ja, in september heb je appelpop en fruitkozo gehad en nu de kermis. En dan ook nog eens een keer een rotonde die aangelegd wordt, waardoor de binnenstad vanuit de oostkant moeilijk te bereiken is. Maar eigenlijk zijn het allemaal maatregelen om te zorgen dat in de toekomst het parkeren veel beter wordt dan dat het nu is. En volgend jaar om deze tijd, daar ben ik ervan overtuigd, dat het dan heel anders is. We hebben dan het parkeerterrein bij de Zandwijkse Poort wat dan gereed is. We hebben de Westluidense Poort die gereed is. En er zijn plannen voor de Burense Poort. Dat is op dit moment even vertraagd, omdat er nu een... iemand is die bij het overlijden van Mulders de zaak moet regelen. Hè? Dus er kunnen op dit moment geen contracten getekend worden. Maar als dat allemaal afgehandeld is, dan kun je ook in de Burense Poort straks Action, Albert Heijn en Hasmanplein wordt dan straks ook één parkeerterrein. Dus het is allemaal tijdelijk? Het is allemaal tijdelijk de overlast die we op dit moment hebben. En binnen een half jaar is dat gewoon al heel anders. En kun je Tiel gewoon van het oosten en het westen heel goed bereiken. Nou, dat zou natuurlijk heel erg fijn zijn. Ja. Ik kan me zo voorstellen, want jij spreekt natuurlijk ook namens de winkeliers, ja, dat je best wel wat over je heen krijgt. Lijkt me best lastig. Ja. Maar ook een uitdaging. Het is een uitdaging, ja. En toen ik wethouder was van Buren, kreeg ik ook veel over me heen. En dit is eigenlijk daar nog maar een klein deel van, hè, van wat er toen ook allemaal gebeurde. Dus ja, ik vind het wel leuk om het te doen. Ik spreek de taal van het gemeentebestuur. Ik kan bruggen leggen tussen verschillende partijen. En op die manier kun je denk ik toch wel iets bereiken in de stad. Ja, en zijn er al dingen die naast de flippas, projecten die eraan gaan komen? Of iets wat al echt concreet is? Ja, op dit moment zijn we heel druk doende met de verlichting, wat ik net vertelde. Ja. Wij zijn bezig om een aanvraag in te dienen bij de provincie. Ja, maar dit kost natuurlijk vreselijk veel geld. Dit kost veel geld. Ja. En de provincie heeft gezegd van nou, wij vinden dit een aantrekkelijk project. Ook dit is uniek in Nederland. Dus wij zijn bezig met projecten die eigenlijk best wel iets voor de stad kunnen betekenen. En dan heb je het over de beleving. En daardoor wordt de beleving ten opzichte van andere steden gewoon interessanter. Want we moeten ook concurreren ten opzichte van andere plaatsen natuurlijk. Ja, dus daar moeten we wel op letten. Ja, en krijg je veel van die geluiden te horen van oh, maar ik ga altijd daar of daar of daar buiten Tiel winkelen? Ja. En wat zeg je dan? Nou, iedereen is vrij. Ja. Dus ik ga dat niet sturen.
Maar ik probeer wel om te voorkomen dat ze dat doen. Ja, en dat gaan we dan in Tiel ook proberen. Hè, dat mensen het leuk vinden om naar Tiel te komen en in Tiel gaan winkelen. En dat gaat gewoon gebeuren? Ja, dat gaat gebeuren. Dat gaat helemaal goed. Nou, er gaat nog van alles aankomen dus. Ik ben heel erg benieuwd, want dat verlichtingsproject, dat zal best wel even wat tijd gaan kosten. Ja, dat gaat nog wel een jaartje overheen natuurlijk. Hè. En we zijn dit jaar vooral bezig met het werven van fondsen. De Rabobank heeft een flinke duit in het zakje gedaan. Oh, dat is positief. De gemeente Tiel heeft een behoorlijk bedrag beschikbaar gesteld. Als ik het goed begrepen heb, dan tijdens de begrotingsbehandeling wordt er ook een voorstel gedaan om volgend jaar ook nog wat voor de binnenstad beschikbaar te stellen. Op die manier krijgen wij zo langzamerhand ook een budget waar we dingen mee uit kunnen voeren. Ja, dat is onontbeerlijk natuurlijk. Ja. Waar we bijvoorbeeld ook mee bezig zijn, zijn hele leuke prijzen op dit moment. Iedere maand is er een prijs die wordt dan gegeven aan mensen die het meeste met de flippas, flippas gebruikt hebben. Dus we hebben op dit moment Buddha to Buddha, hè, zo'n armband. Volgende maand hebben we een arrangement van de Valk. Hè, dat je met de kerst daar met Oudjaarsnacht kun je daar dan naartoe. Vanaf de Skybar kun je over Tiel het vuurwerk zien en je mag dan ook een keer overnachten. En een leuk ontbijt. Hè. Dus op die manier proberen wij de mensen te stimuleren om die flippas zoveel mogelijk te gaan gebruiken in de stad. Ja. En uiteindelijk wordt het dan gratis parkeren. Want als je iets in de stad koopt en je krijgt er spaarpunten voor en met die punten ga je de parkeermeter betalen, dan hoef je eigenlijk geen parkeergeld meer in Tiel te betalen. Via een omweg wordt het gewoon betaald. Ja, helemaal mooi. Nou, er gebeurt nog van alles. Het blijft ook spannend en het blijft ook steeds positiever worden. Dus ja. Hartstikke mooi. Dank je wel, Gert-Jan. Ja, graag gedaan. En dan is het nu tijd voor mijn kritische vrienden. Ik zit tussen Jan Woldberg en Rini Tahar. En we gaan het hebben over het schouwspel in Amerika. Clinton, Hillary Clinton en Donald Trump. Er gebeurt van alles. Nou, heel Amerika heeft het erover. Nu gaan wij het er even over hebben. Want wat vind jij er nou van? Nou oké, wat er in Amerika gebeurt is natuurlijk iets wat we in Nederland ons niet kunnen voorstellen. En ik denk dat je erop doelt om te kijken van nou is dat iets wat we ons kunnen voorstellen uit de landelijke politiek, maar bijvoorbeeld ook uit de plaatselijke politiek, waar politieke tegenstellingen zo escaleren, waar men elkaar voor rotte vis uitmaakt. Dat bedoel je, hè? Nou, ik zie dat op deze manier niet gebeuren. Ik zie wel in landelijk dat er een verharding is binnen de politiek. Dat is al jaren gaande, hè? Het Fortuynverhaal. Ja. Sinds het Fortuynverhaal, dat er steeds meer wordt gereageerd door de onderbuik. Is nou onderbuik? Onderbuikgevoelens. Is dat alles wat jij niet prettig vindt? Dat is onder andere of waar je geen greep op hebt, of waar je denkt van oké, ik ben het er niet mee eens en soms het ook niet helemaal kunt plaatsen en noem maar op. Dus je bent gewoon tegen. En je weet vaak ook helemaal niet waarom je tegen bent. Nee, je bent tegen asielzoekers, je bent tegen dit, je bent tegen dat. En dat is een soort gevoel, dat is heel moeilijk, is dat te plaatsen. Ja, wat ik zelf merk is dat men vaak zegt, ja, maar ik. Dus een situatie, helemaal niet precies wetend hoe dat zit, en dan moet ik ook zeggen. Want ik volg natuurlijk de politiek in Tiel heel erg, ja. Vanuit een andere hoedanigheid. Dan is het ook moeilijk voor een buitenstaander om dat. Ja, wat speelt er nou precies? Maar kun je dan een concreet voorbeeld noemen dan? Dat je zegt van oké, dat zegt iemand tegen mij. Mm-hmm. En dat kun je voorstellen, want hier heb ik nog echt geen beelden bij. Over het parkeren in de stad. Ja. Nou, heel erg actueel. Iemand reageert op Facebook, achter zijn veilige computer. Ja. En die heeft een heel verhaal en die spreekt schande van het feit dat er te weinig parkeerplaatsen op dit moment in Tiel zijn. En dat er een gedeelte van de parkeerplaats is afgesloten, omdat daar blijkbaar zaken gebeuren die het daglicht niet kunnen zien. Volgens mij wordt daar gescheurd, hebben ze blokken gezet. Jij hebt hem ook. Toevallig hoorde ik dat verhaal gisteren ook. Nou, en dan wordt die gemeente helemaal afgebrand. Nou, ik heb het verhaal gehoord en ik weet er niet helemaal het fijne van. Maar als het verhaal waar is dat er gezegd wordt, we gaan een parkeerplaats afsluiten omdat daar drugs worden gedeeld, dan denk ik van span je het paard achter de wagen. Dat is een optelsom. Het betekent gewoon van op het moment dat daar overlast is, moet je handhaven.
En dit is... Ja, maar dat ligt buiten die gemeente om. Hè? Ik kan niet namens die gemeente te praten. Nee, maar gemeente die het is kan wat mensen zeggen. Aangeven, maar politie moet dat doen. Nee, maar het is wat mensen zeggen. Mensen zien dat gebeuren. Die zien op een gegeven moment daar drugsdealers. Kijk, en die zeggen, doe er wat aan. Vroeger zei de burgemeester, die liep even naar de veldwachter toe, kamertje naast hem. En die zei, joh, Pieter of Jan, ga jij daar eens even optreden? Goed, dat is al lang niet meer gedaan. Lang vervlogen, maar je hebt het nu over een simpele actie van iemand op Facebook die dan babababababa gaat roepen. En vervolgens... Een heel verhaal erbij van mensen die daar tegen zijn, helemaal gelijk geven. Terwijl de essentie van het verhaal heel anders in elkaar zit. Maar hoe die zou is je... bezig met een, en dat wordt ook geroepen dat er geen visie is. En dat men allemaal, dat het ambtenaren is achter een tafeltje. Terwijl er een visie is neergelegd, al jaren geleden, om het mooier te maken met een mooi plan rondom die waalkade. Maar wat jij in feite zegt is wel van dat de gemeente Tiel niet in staat is om dat gewoon aan haar burgers duidelijk te maken dat er zo'n mooi plan is. En dat maatregelen die genomen zijn zo nodig zijn om dat Tiel mooier te maken. Dat is wat tijdelijk is. Of zeg je vanuit de interesse niet? Als je dan kijkt wat de gemeente doet aan communicatie en aan zaken, dat is helemaal niet verkeerd. Daar sta ik best wel achter. Nou, waarom... Natuurlijk kunnen er altijd dingen beter, maar toch komt dat bij de gewone burger. Nou, ik kan het niet, en daardoor krijg je wel onderbuikgevoel. Ik kan het niet beoordelen, maar als het verhaal zo is dat er gezegd wordt van we gaan een straat of we gaan een aantal parkeerplaatsen gaan besluiten omdat er drugsoverlast is, dan zeg ik van nou, als dat verhaal waar is, hè, dan zeg ik van oké, dat kan niet. Dat betekent niet de veldwachter ervan, maar we hebben gewoon de politie die dat gaat doen. Dus handhaven. Ja, maar de politie. En leg het uit aan de bewoners wat je gaat doen. Voor. Dus, en er wordt hard aan gewerkt. En het is maar een tijdelijk verhaal. Hè? Er komt een fantastische parkeergarage. Er wordt aan de Zandwijkse Poort worden parkeerplaatsen gemaakt. Dus er is zo dadelijk weer plaatsen genoeg. En ik ben het mee eens. Als je nu de stad in gaat, is het parkeren in het weekend een drama. Ja. Wat dat betreft doe jij een hartstikke mooi promoverhaal voor de gemeente Tiel. Maar dat is natuurlijk wel iets wat de gemeente Tiel zelf moet doen. Om op een gegeven moment te zeggen van oké, wij maken Tiel met z'n allen mooi. En dan hebben we dat en dat hebben we aan overlast op dit moment. Ja. Dus je moet het wel uitleggen aan de burger. Dus als je iets doet, dan kun je zeggen ja, over 2 of 3 jaar dan hebben we een prachtig nieuw mooi centrum in Tiel. Maar op dit moment moeten we heel even op de blaren zitten, mensen. Ja. Leg ze dat uit. Nu wordt het niet gesnapt en dan krijg je dus dat soort discussies op Facebook. Over die onderbuik, maar dan moet je voor zijn. Ja, dat moet je gooien. Ben jij voor Clinton of voor Trump? Nou ja, laat me duidelijk zijn. Ik vind met dat het heeft niets met een rood hart te maken. Kijk, Clinton is in Nederlandse begrippen is dat een liberaal. Hè? Dus dat kun je zeggen, dat zou een hele goede VVD'er kunnen zijn. Maar de manier waarop Trump politiek bedrijft, nou, ik vind dat gevaarlijk gewoon. Het is een manier dat hij oproept tot polarisatie, dat ook met name over de wapenwetloop, dat hij in feite oproept om als hij de verkiezingen verliest, Clinton de cel in. Maar je hoort zelfs van nou oké, schiet dat mens maar af. Ja. Nee, maar dat wordt straks de man die aan de kerkknoppen moet zitten. Dat is toch niet te doen. Kijk, Clinton, daar kun je van alles van vinden, heeft haar sporen verdiend gewoon in de politiek, heeft enorm veel ervaring. Wat mij betreft hadden de Democraten beter een andere kandidaat naar voren kunnen schuiven. Nou, die is er op dit moment niet. Dus het is, en als ik dan moet kiezen, dan zeg ik ja, uiteraard Clinton. Ja. Voor allebei valt wat te zeggen. Natuurlijk, voor Trump valt niks te zeggen. Die Trump, dat is ook een aparte vogel, hè, hoe die dingen aanpakt. Hij aantoonbaar jokt hij. Ja, en toch scoort dat. Ja, maar een jokkenbrok en een aantoonbare vreemde vogel. Nou, die wil jij gewoon aan de knoppen hebben bij de kernraketten? Dat hoor ik jou wel zeggen. Nee, zo zwart-wit moet je niet stellen. Want wat is zo positief aan hem? Nou, positief, dat is... Nou, nee, zo'n leuke, fijne gozer. Nee, blijkbaar zijn er heel veel mensen die daar wat in vinden. Oftewel, die anti-stem. Ik vind dat je een anti-stem altijd een plaats moet geven. Dat zijn die rednecks. Nou goed, er moet naar geluisterd worden. Maar om dan zo'n man president te laten worden... Want dat is dan wat er gebeurt, hè, door de anti-stem. Die man die had nooit op de plaats moeten komen waar hij nu zit. Ja, dat is in Nederland al onvoorstelbaar. Maar als je dat weer koppelt naar Nederland... Ik vind dat Wilders, en ik ben helemaal geen fan van de man... Maar die heeft ook een hele aanhang en roept ook zomaar van alles... terwijl hij weet dat hij toch niet op de stoel zit om te regeren. Hij heeft een, mag zijn aanhang niet negeren. Nee, hij heeft een aanhang. Dat zijn meelopers. Hij heeft geen leden. Dus het is gewoon geen politiek iemand... Jij dan dat 1 op de 4 stemmen zo'n beetje in Tiel, als je dat vergelijkt met de laatste landelijke verkiezingen, stemde op
Wilders PVV. Nou, niet alleen Tiel, dat zie ik ook. Hetzelfde in Neder-Betuwe ook. Dit zijn onze kiezers. Ja, maar dat betekent dus niet dat die mensen allemaal stom zijn en vervelend en dat is dan niks meer. Die fout ga ik niet maken, die Clinton dus wel maakt. Ik zeg niet dat iedereen dom is. Ik denk alleen dat het gewoon uitgelegd moet worden waarom het onverstandig is om op deze man te kiezen. Je moet het uitleggen. En dat gebeurt te weinig. En dat gebeurt te weinig. En dus je moet goede argumenten hebben te zeggen van nou, je kunt daar beter niet op stemmen. Ja. Want hier wordt Nederland niet beter van. En daar ben ik van overtuigd. Nou, nee, goed, wij hebben gelukkig wat dat betreft meer keus hè, dan wat er nu in Amerika gebeurt. Ja, klopt. Want daar heb je dus twee bestrijden. We gaan hier gewoon niet uitkomen. Wellicht, we zijn met elkaar eens. Wij zijn vriendjes. Nou, wellicht dat we hier nog een keer op terug zou moeten komen. Want die uitslagen die gaan natuurlijk een keertje komen. Fijn dat u heeft gekeken. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe Tiel aan tafel.